Dames, heertjes, jongens en meisjes. Zo, goeiemorgens. Vandaag is het zover. Mijn huis is... Ja, oké, het is nog niet... Nee, het is af. Mijn huis is af. Ik mis alleen nog een paar kleine dingetjes. Maar het is echt heel erg af. Zo hebben jullie het absoluut nog niet gezien. Ik ben er echt super blij mee. Ik neem jullie mee door mijn huis toe. Je komt binnen met een off-white deurmat. Nou, dat is natuurlijk echt f***ing kasie. Oh my god. En hier mensen, de trap. Oh, de trap is af. Dus ik zei het dus niet helemaal af, want hier is nog geen licht. Want ja, zoals je ziet dit, je mist dus nog een klein lampje. Maar die komt eraan. Dat komt helemaal goed. Komt helemaal fantastisch goed. Je ziet het hier, de doorgang. Ik zal tussendoor steeds kleine stukjes laten zien van hoe het er eerst uitzag. Dat zal ik nu doen met dit stuk. Alles is weg. Oh mijn god. Oh mijn hemel. Alles is weg. De eerste deur rechts. Dit is de voordeur. De eerste deur rechts is de wc. Mensen, kijk. Prachtige wc. Het is echt schitterend. Het is de lamp lijkt een soort vlieg. Dat is het niet. Het is een lamp. Het is geen vlieg. Het is een lamp. En hier belastingpapieren. Want die lees ik altijd op de wc om ze daarna door te spoelen. En hier een ledlamp die lijkt nu hier te flikkeren op beeld. Maar dat is zeg maar niet zo aan het einde. Dit ook. Wauw, ouwe. En besef dit, ouwe. Die is nog niet helemaal goed. Want die zit zeg maar helemaal niet goed erin. Dat is echt heel vreemd. Echt heel raar. Licht uit. Dat gaat ook zo uit. Kijk zo. Oh, dat is toch zo mooi, mens. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Doe het dan zeker. Want als je niet op mij geabonneerd bent, wat ben je aan het doen, gast? Echt serieus. Abonneer op mij. Hier wordt het zeg maar dichtgemaakt als badkamer. En dan komt daar dus de wasmachine. Eerste deur, garderobe. Ja, deze ken je natuurlijk wel. Je eng. Dit is ook wel eng, man. Ik zeg eerlijk. Hey, ik stunt wel op jullie, man. Ik zeg eerlijk. Ja, gewoon garderobekast, boet verder. Wij hebben wel een mooie kast. Hartstikke mooi. Andere kast. Ja. Daar komt die. Bam! Wasje in het droger. Hier zou ik waarschijnlijk nooit te vinden zijn. Nou goed, hebben we hier prachtige deuren. Kijk nou. Dit is wel schitterend. Helemaal tot het plafond. Is echt prachtig. En dan ga je deze deur in en dan kom je uit bij de setup. Deze hele setup gaat al aangepast worden, want hij is nu f***ing lelijk en helemaal niet mooi. Want ik heb overal kabels. Mensen niet huilen, maar het is drama. Maar de legend Emre Morg, jullie hebben hem 100 keer genoemd in mijn reacties. Hij komt mij helpen met mijn setup. Want dit kan natuurlijk echt niet. Kijk, ik heb wel een beetje lekkere doosjes en in het staan. Lees je netwerkkaarten uiteraard. Ja, je weet wel waar je die moet halen natuurlijk. Hier, kasten, kledingkasten. Helemaal ingebouwd. F***ing mooi. Ik zeg je eerlijk, ik vind het echt f***ing mooi. Gaan we door naar, oh, where the magic happens. Dat is zeg maar de standaard opmerking van iedereen die dit soort video's maakt, maar het is echt zo. Ja. Kijk nou even. Dit is toch fantastisch. En loop je door en heb je daar de bad. Nou mensen, echt jongen. Ik poep bijna in mijn broek van blijheid. Dus je ziet het bed. Er komt een nieuw bed. Ik heb dus een nieuw bed gekocht, want ik vond dit grijze bed voor niet zo mooi passen met zeg maar een beetje die bruinige muur. Maar dat duurt 14 weken. Ik dacht om jullie nou 14 weken laten wachten op een bed. Ja, dat is natuurlijk een beetje vervelend. Dagkastje met een plantje en een kaars. Je zult ook begrijpen dat ik dat niet heb uitgezocht, een mount. Hier was er maar geen plek meer voor een nachtkastje, want dan was het moeilijk om de badkamer in te komen, dus hier is gewoon een plankje. Hier, wastafel, mama, spiegel. Het is helemaal spiegel. Nou, dit is toch wel vrij ziek, mensen, of niet dan? Hier komt dan de kraan uit de spiegel, waardoor het net lijkt alsof je twee kraan hebt. Dat is heel raar. Ja, en hier, dit zijn radiatoren. Voor de mensen die niet weten wat dat is, wat je zeg maar thuis hebt, dat wat warm wordt. Een soort verwarming. Maar dan niet om heel warm te worden, maar zodat je handdoeken warm worden. En of je badjas. Hier, glazen deur, want anders wordt alles kletsklieternat. Dan kan die glazen deur open. Oh. Oké, daar moet ik wel even over nadenken. Hier is de douche. Een plant in de douche. Nou echt, wie verzint het? Nou, je kan het weer raden. Ik was het niet. De douche komt hier uit. En dit is allemaal mooi. Dit is allemaal van de betonstukken. Dat is super mooi. Ik vind het echt gaaf. In het plafond heb je dus die lichtstrepen. En je ziet het ook in de spiegel dubbel. En het is echt zo ongelooflijk geil. En ik vind het echt fantastisch. Het zijn gewoon kasten en een wc-rol voor... Als ik toch besluit in de douche te poepen, dan is het toch wel fijn als je je reet kan afvegen, mensen. Ja. We gaan naar boven. Oh mijn god. Wat... Alles is weg, moet je zien. Hier eerst dit allemaal zo. Hier staat natuurlijk die rare dingen op de muur. Al die planken. Die zijn allemaal weggehaald. Nou, prima. Hier. Oh. Nou, jullie hebben het gezien. En nu ziet het er zo uit. What the fuck? Ja, dit is allemaal vuil. Het gaat allemaal morgen worden weggehaald. Dus daar gaan we nu even niet naar kijken. Als we omdraaien. Zo. Oh. De wasrek staat hier nog. Als we omdraaien. Bam! Hier hangt de tv en u weet welke tv het is, want ik heb er al een keer een video over gemaakt. De LG 65 inch C1 televisie. Het is echt een top ding. Als het zeg maar een zwart beeld is, zijn de pixels ook zwart, want het is een OLED. En dat is natuurlijk fucking fantastisch. De perfecte tv voor game, maar ook bijvoorbeeld als je lekker YouTube wil kijken. Ik ga hier met name YouTube op kijken. En natuurlijk tv al, ja. Ik kijk naar een tv, joh. Wat is dat? Dikke SO naar LG voor het opsturen van deze tv. Hey, dankjewel jongens, ik zeg je eerlijk. Ik heb hieronder een klein tv-meubel, gewoon van Ikea. Heel simpel, heb ik opgehangen. Nou, ik natuurlijk niet. Heb ik laten ophangen. Kijk, nu zweeft het zo. Gaaf.
Nou ja, dus nu als ik dan lekker, kan ik eindelijk lekker voetbal kijken. En dan ga ik zitten op mijn nog niet bestaande bank, want die is nog niet binnen. Dit ziet er ook nog niet goed uit, maar dit wordt nog even wit geschilderd. En dan komt hier nog even een soort afdekking. Totdat er een trap komt naar het dakterras. Het dakterras trouwens, daar vertel ik je zo meer over. Want dat is een verhaal, mensen, dames en heren. Daar word je echt bang van. Hier, zou je denken, wat is dit? Dit is een box. Ja, echt waar. Ziek, hè? Achter je aan te rennen. Ja, ik vind het chill om gewoon zachtjes op de achtergrond muziek aan te hebben. Want ik vind het gewoon, ja, ik weet, ik vind het relaxed. En om dan een box hier te hebben staan of zo, daar ben ik niet zo fan van. Maar als het zo'n soundbar is, dat vind ik wel nice. Maar voor muziek vind ik het chill om gewoon een losse box te hebben. En die losse box, nou, die heb ik dus niet hier. En het lijkt ook op een soort kunstwerk, dat is toch prachtig. Ik wil trouwens op die muur ook nog een groot kunstwerk. Maar ik ben echt hard op zoek, man. Maar ik heb nog niks gevonden, dus dat is een beetje jammer. Dus ik ben even een beetje in de mut daarmee. Maar goed, dat maakt niet uit. Gaan we door. De keuken komt, zeg maar, hier zo. Komt de keuken. Zo mooi, dat is dan hier zo. En komt hier de eettafel. Hier zo. Hier ergens zo. Eettafel. De eettafel. Nou, dit was ook een verhaal, mensen. En hier een lamp. Supermooie lamp. En hier schaak, maar besef even dit paard, mensen. Dit is toch het ziekste schaakspel ooit. Ja, ik ben dus echt een schaakfan. En ja, ik kan, ben ook eerlijk, ik kan het ook wel gewoon eigenlijk wel heel erg goed. Dus daarom vind ik het leuk om dat dan in mijn huis te hebben. Als een soort van kijk, ik ben intellectueel en zo. Weet ik dan. Nou, hier is nog ruimte. Wat ga ik hier doen? Mensen, laat achter in de comments. Wat doe ik hier? Zet ik hier een lamp neer? Lijkt me niet nodig. Een plant? Ik weet het niet. Ik kan hier nog wel iets van maken. Een soort hoekje. Nou, dat is hartstikke leuk en hartstikke aardig. Deze tafel, mensen. Ik ga even zitten, want ik moet jullie dit even vertellen. Dit is echt te bizar. Ik had dus die tafel gekocht. Weken geleden. Dan had ik gezegd van ik wil een verhuislift erbij. Want via de trap hier is drama. Toen zei ik een verhuislift, maar hij moet op de stoep. Want hij mag niet op de straat, want dan word je weggestuurd door de politie. Nou, zij komen de tafel brengen en je raadt het niet. Ze zetten hem op de stoep. Nee, natuurlijk niet! Nee. Zet hem op de straat. Wordt meteen weg door de politie. Nou, dus ik nog steeds geen tafel. Als ze 2 weken later pas weer komen, komen ze. Mister een bout. Oh. Mister een bout door 1 poot niet vast kon. En een tafel met 3 poten, dat zit niet zo lekker. Dus toen zeiden ze van, we sturen een nieuwe bout. Heeft 2,5 weken geduurd voor een bout. En toen miste er uiteindelijk nog een ding, wat ik eerder al gezegd had, maar die was nog niet binnengekomen. Toen ben ik naar Ikea gegaan. Om daar een soort boutje staan, of een soort houten plugje te halen. En die past er ook in. Dat heb ik zelf deze tafel aan elkaar gezet. Dus dikke essen aan mij. Ik zeg je eerlijk. Hé, man, ik zeg je eerlijk, man. Heb ik wel aardig gedaan, man. Ik zeg je eerlijk, man. Ik mis nog een beetje sfeer in het huis. En dat gaan we nog creëren, want dat komt helemaal goed. Nu is het allerverste van het huis. Er komt later nog iets meer over, want hij is nog niet helemaal af. En dan komt hier dus. Zo, daar tot hier komt een kastenwand met daarin de oven en dat soort dingen, de koelkast. En dan komt hier zo, tjink, de keuken. Is dat toch helemaal mooi? Voor mij zelfs tot hier. De keuken, mensen. Wauw. Je kunt je misschien nog herinneren hoe het hier was. Hier was een enorme muur en kasten. En hier? De oude keuken. We zijn met zo'n ogen. Maar wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou... Ja, maar... Ik heb hem open te maken, maar dat lukt niet. En ik heb dus alles weg laten halen. Ja, ik heb het hele huis gesloopt. Ja, je raadt het niet, maar ik heb het echt helemaal gesloopt. Nu is het dus helemaal open. Dus stel je voor, ja, ik sta hier, zeg maar, niet te koken. Want dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik sta hier dan lekker thuis, zoals gesteld. Of ik sta hier een glas water te pakken. Wat ik natuurlijk ook niet heb, want ik drink alleen maar... Nou goed, dan kan ik ondertussen gewoon nog voetbal kijken. Dat is toch fantastisch. Of kijken naar buiten, dat is toch leuk. Of kijken naar het vuil, maar dat gaat weg. Dus niet langer meer naar het vuil kijken, helaas. De koek erin, het blad is super mooi. Dit is zeg maar zo'n ingebouwde afzuigkap. Dus het zuigt zeg maar naar binnen. Dat is echt gaaf. Trouwens, voor de mensen die dat nog nooit gezien hebben, ga ik het nu even laten zien. Ik heb hier een pannetje kokend water. Zet ik hem aan. Ik hem hier op 9. Nu gaat hij heel hard. Gaat alles de lucht in. Die had al het stomende lucht in. Denk ik, kut man. Zie je dat? Alles wordt erin gezogen. En nu zie je het zo. Zien we dat, mensen? Alles wordt hier ingezogen. En daarom heb je dus niet hier zo'n lelijke afzuigkap nodig. Dat is toch fantastisch? Nou, uit met die zooi. Want het maakt wel herrie, maar dat maakt het natuurlijk altijd. Nou, weet je, normale dingen. Vaatwassertje. Hele vette dingen. Kijk. Hoppa. Zoals ik zei, binnenkort meer over de keuken. Want ja, bijvoorbeeld dit. Hier moet nog een kastje voor. En hier moet nog een ding voor. Dit staat ook vet. Druk je daar. Een wijnkoelkast, mensen. Dat is toch fantastisch. Ik heb 1 fles wijn, want ik zuip alleen maar bier. Maar dat boeit niet. Gaat hij zo dicht? Gaat zo... Hier een mooie ledlijn voor de sfeer. Er moeten nog gordijnen komen, daarom iedereen kan er zo naar binnen kijken. Dat is natuurlijk niet heel erg fijn. En zoals ik dus net al zei, terwijl het kokende water kookt nog even lekker door. Komt hier voor de time being een soort afscheiding. Omdat je hier anders, als je hierin dondert, ben je echt helemaal niet blij. Maar dat is maar voor tijdelijk, hoop ik. Aangezien ik dus nog steeds hoop dat ik een dakras krijg. En ik ga daar ook weer even voor zitten, want ik heb dus f***ing veel vragen van jullie. Echt heel raar, want ik wist niet dat je zo verboeide van. Koen, hoe staat het met het dakras? En bij mijn vorige verhuisdag ook. Van Koen, hoe staat het met je dakras? Nou, lang verhaal. Goed nieuws, ik heb een vergunning gegeven van de
gemeente. Dus dan denk je, kassa, dakterras, mag. Dus eigenlijk is er geen probleem. Maar er zijn dus heel veel mensen die willen niet dat ik een dakterras krijg. Omdat zij denken dat ik enorm feesten ga geven of zo. Ik heb geen flauw idee. Iedereen die mij kent weet dat ik nog nooit in mijn leven een feest gegeven heb. Want ik heb net een heel nieuw huis, helemaal mooi. Ik ga echt niet allemaal van die gasten zoals Rob mijn huis laten slopen. Dat ga ik gewoon echt niet doen. Maar goed, ze denken van wel. Dus hebben ze allemaal bezwaar gemaakt van, ik vind niet dat hij een vergunning mag. Want dit en dit en dat en dat. Ja, het is echt wel een beetje triest hoor, vind ik. Zelf hebben heel veel mensen hier een dakterras. En dat zijn ook mensen die bezwaar maken. En denk van, je hebt zelf een dakterras. Dus wat boeit het? De dakterras wordt ook 10 vierkante meter, mensen. 10 vierkante meter. Echt. Deze kamer is groter dan 10 vierkante meter. Het dakterras wordt kleiner dan deze kamer. Hey, come on, man. What are we talking about, man? Maar goed, dat is dus even afwachten. We gaan het zien. Maar ik hoop echt dat het allemaal goed komt. En ik zou het ook heel terecht vinden als het allemaal goed komt. Want ja, ik wil gewoon graag een dakterras. Laat vooral achter, mensen, wat jij van mijn huis vindt. Vind je het lelijk? Laat het weten. Ik ben benieuwd. Oh mijn god, dit is niet normaal. Dit is nog wel even heel erg anders dan hoe het er eerst uitzag. Of niet? Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Bedankt LG voor het sponsoren van de LG OLED 65 inch C1. Hij hangt mooi. Ik ben er blij mee. Bedankt voor het kijken, mensen. En ik zie jullie bij de volgende video. De groeten. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.